Het heeft niets te maken met de persoon Alex Pastoor. Het heeft ook niet zozeer met zijn kwaliteiten te maken. Die zijn ontegenzeggelijk daar. Het gaat er alleen om dat je heel realistisch moet zijn in de prestaties zoals die geleverd zijn. En ja, dan moet op enig moment de knoop doorgehakt worden. Ja, goed, dat hebben we gedaan. Zo gaat het. Het puntaantal kan ik niet veranderen. En ik denk dat het ook goed is om te zeggen, maar dat kan iedereen zelf invullen, dat de gesprekken die de afgelopen weken geweest zijn, dat die niet over zweetvoeten gingen. Maar dat natuurlijk hiermee te maken heeft met dat puntenaantal. Een Pastoor ontsla je niet op zondag. En dus maakte NEC vanochtend even na 9:30 bekend wat al dagen in de lucht hing. Fans en journalisten verzamelden zich direct bij de Goffert. Eén schamelpunt uit de laatste 13 wedstrijden maakte de positie van Pastoor onhoudbaar. Maar er is meer. Behalve bij veel fans en de directie stond Pastoor er ook bij de invloedrijke investeerders niet goed op. Iets dat nog eens bevestigd wordt door clubman Ron de Groot. Ook in de gelederingen van de club natuurlijk merk je dat. Kijk, Alex gaf zelf ook al aan. Als je merkt dat het vertrouwen weg is vanuit die directie, en, ja, dan wordt het wel heel lastig. Ja. Hij stond er niet meer zo goed op, ook niet bij de investeerders. Nee, wat ik hoorde was dat ook zo, ja. Was dit volgens jou ook onvermijdelijk? Nou, dat niet, nee. Je moet ook mensen oppassen dat mensen niet beschadigd worden. En of dat dan de trainer is, of dat dat dan de spelers zijn. En op enig moment, als dat zo groot gaat worden, dan moet je dat niet uitstellen. En dan moet je ook zeggen, jongens, tot hier en niet verder. En we gaan een nieuwe richting in.